Goedemiddag allemaal en welkom bij dit webinar van Tekla Structures 2020 voor hout. Vandaag gaan we kijken naar de niet zichtbare houtontwikkelingen in Tekla Structures. Dit is de derde webinar in een reeks van 21. Mijn naam is Steven Teunissen en ik ben samen met Nico Kleijman de moderator van dit webinar. Wij zullen samen de vragen die u per chat kunt stellen beantwoorden of wellicht verzamelen zodat we deze vragen in de groep kunnen behandelen. Omdat deze vragen voor iedereen mogelijk interessant kunnen zijn. Mijn collega Harold van Aarsen is de presentator van dit webinar. Waar gaan we vanmiddag naar kijken? Ik geef daarvoor graag het woord aan mijn collega Harold van Aarsen. Goed, vanmiddag gaan we kijken naar wat is nieuw in Tekla Structures algemeen. Nou, niet helemaal, maar dat vertel ik jullie straks. De nieuwe rol Timber Detailer 2020, Custom Property en het gebruikersattribuut Textured. Allemaal punten die je eigenlijk niet direct ziet in Tekla, maar die toch wel heel interessant kunnen zijn. Nieuw in Tekla Structures 2020. Ja, ik ga het niet zelf doen. Eigenlijk is dat al geweest, want dat was het webinar Tekla Structures 2020 voor staal, die afgelopen maandag door mijn collega Frans is gepresenteerd. Voor degenen van jullie die hem gemist hebben, die kun je ook vinden op support.consushof.com en dan de hashtag opfris2020, waaronder alle webinars uiteindelijk gepubliceerd zullen worden. Ik kan het jullie echt aanraden deze nog even terug te kijken, mocht je hem niet gezien hebben. Want het betreft toch wel een heel aantal algemene zaken in Tekla Structures die ook voor hout interessant kunnen zijn. Dan gaan we naar de rol Timber Detailer 2020. Waarom? Nou, de rol Timber Detailer, zoals we die nu kennen, is eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar langzamerhand ontstaan en is afgeleid van het staalprofiel. De staalrol. En dat heeft toch wel in de loop der jaren de nodige vervuiling opgelopen, waardoor de prestaties niet altijd waren wat we mogen verwachten van Tekla. Het is niet aan te raden te switchen van rol in een lopend project. Pak de nieuwe rol op als je aan een nieuw project gaat beginnen, want de instellingen zijn allemaal behoorlijk veranderd en dat zou problemen kunnen opleveren met lopende projecten. En hoe starten we dan een nieuwe rol? Nou, eigenlijk heel simpel. In plaats van Timber Detailer, kies je bij de rol Timber Detailer 2020. En Tekla gaat vrolijk verder met de nieuwe instellingen. Mochten jullie zelf instellingen in de software mappen van Tekla hebben aangebracht, en dus in de map Tekla Structures, hou er dan rekening mee dat je al die instellingen dus in één keer kwijt bent. Maar als je een goede verwijzing hebt naar je ETS-map of je werkt vanuit de template, dan zullen natuurlijk die instellingen altijd de instellingen van deze rol overroelen. Wat hebben we gedaan in de nieuwe rol? Dat is een stuk onderdeelcodering, merkcodering en die is ook doorgevoerd in de instellingen van de plugins allemaal. Dan zal ik nou eens even laten zien wat er gebeurt. Daarvoor maak ik gebruik van onze weergavepanel. Dan kunnen we makkelijk even switchen naar alleen zone 0. En de balkjes selecteren. Balken hebben onderdeelnummering prefix H gekregen van hout. Platen, simpel, de P van platen. Dagkanten heb ik in de standaard een uitzonderingspositie gegeven en die krijgen de prefix D. En even voor de volledigheid, inderdaad, platen ook in de andere zones kennen een P. De hele zoneopbouw zie je nu dus ook gelijk terugkomen. Dat is de kern geworden van het hele coderingssysteem. En als we dan naar de plugin gaan, pakken in dit geval even de wand. Nou, voor de meeste als van ouds staat daar de W. En deze aantal instellingen zijn behoorlijk uitgedund. We hebben nu alleen wand, wand compleet en vloer. En bij de vloer hebben we de prefix V. Bij de daken, ik zou zeggen
Doe eens een gokje. Jawel, de D van daken. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal plugins die ook onderdelen genereren in Tekla die niet direct bedoeld zijn voor productie. En de belangrijkste daarin zijn eigenlijk wel de dakcomponenten. En alle onderdelen binnen de dakcomponenten beginnen met de prefix DP, dakplaat. Dus op die manier kunnen we die, indien gewenst, heel eenvoudig ook uitfilteren of apart laten groeperen. Dan hebben we nog een aantal bijzondere onderdelen. De Elektra, die begint met de prefix E. En voor de klanten van jullie die gebruik maken van BTL Tooling. Alle tooling instellingen, alle onderdelen die daar gegenereerd worden, beginnen met de onderdeelnummering T. Dan de onderdeel- en merktekeningen. Ook deze zijn volledig opnieuw gemaakt. En dat doen we allemaal via de database. Dat hoeft niet meer via tekening-eigenschappen of wat ik maar. En de houten balktekening genereert uiteindelijk bijna hetzelfde resultaat als wat wij hadden in onze normale onderdeeltekening voor balken. Dus de maatvoering, de zaaghoeken, labels en het materiaalstaartje. Uiteindelijk zien ze er allemaal hetzelfde uit als dat ze bij de oude deden. Waren het niet dat het nu onmogelijk is geworden om een plaat in de balkonderdeeltekening te zetten. Maar gelukkig, daar hebben we de houten plaat tekening voor. En ook deze is in alle grote lijnen nog steeds gelijk aan de voorgaande plaattekening. Behalve dat alle filtertjes op basis van prefixes, materiaalnamen enzovoort allemaal weg zijn. Dan de merktekeningen. Als je een merktekening maakt, zet hem op merkselectie. Druk de Alt-toets in en klik het element aan wat je wilt genereren of elementen. En je selecteert bij de wizards hout, wand. En hij gaat van dit desbetreffende element de merktekening genereren. Een heel aantal van onze gebruikers werken met deze, waarbij alle informatie in één tekening staat. Alleen, we hebben hem compleet gemaakt met labels en maatvoering enzovoort allemaal. Dus persoonlijk vind ik hem nogal chaotisch. En gaat mijn voorkeur erna uit om dit per zone te doen. Dus we gaan hem nu even aanmaken. Houtwand op basis van zone. En als we dan in de document manager kijken, zien we daar bij titel 3 nu zone en min 1, zone 0 of compleet staan. Denk erom, deze velden zijn van groot belang voor de tekening, omdat deze waardes worden gebruikt om te bepalen welke inhoud wordt weergegeven. Hier krijgen we ook weer keurig de elektra, klossen, dagkanten, alles wordt apart gemaatvoerd. Labeltjes van de balken bestaan uit balknummer en lengte. En het materiaalstatistiekje gaat keurig netjes op basis van het type materiaal kopmaat en lengte weergeven. Of juist de dikte en de breedte. Nieuw templateje toegevoegd, het elementgewicht. En ook het FSC en COMO keurmerk zijn nu netjes in onze tekeningen verwerkt. Dan de plaatlaag. Hier zien we de labeltjes, het positienummer en de afmetingen. En ook weer de elektra wordt nu keurig gelijk meegenomen in elke zonetekening waar die van toepassing is. Materiaalstaartje, hier zien we het bij de platen, dikte en dan de plaatafmeting. En hetzelfde bijna voor dakelementen. Alleen bij dakelementen gaan we de zones iets anders benaderen.
Want waar we bij wanden per zone een tekening genereren, hebben we bij de dakelementen besloten om dat per groep zones te doen. Dus je krijgt zone 0, groter dan 0, kleiner dan 0. Zone 0 bevat ons frame, de basis van dat element. En voor de rest weer identiek dezelfde materiaalstaten. Dus er bestaat nu ook echt nog maar één templateje materiaal meer. En niet voor iedere zone en ieder type element en noem maar op allemaal wat we in het oude rol hadden. En dan aan de negatieve kant, dus de binnenkant, de platen, maar ook tegelijkertijd de assteunregels en hun respectieve kamaatvoering. En aan de bovenkant de tengels en panlatten, waarbij ik ervoor gekozen heb om de labels van de panlatten en de tengels niet weer te geven, omdat bij de meeste bedrijven deze informatie niet interessant is en de tekening er erg onrustig van wordt. En dan hebben we het onderwerp waar ik vorig jaar ook aandacht aan heb besteed, de organisator. Doordat ons model nu netjes gecodeerd is en netjes ingericht is, hebben we ook de mogelijkheid om de organisator daar een standaardindeling van mee te geven. En die staat onder de naam Timber. We hebben gekozen om instellingen en heel veel dingen nu allemaal in het Engels te doen. Om de vertalingen voor het buitenland ook wat beheersbaar te houden. Nou, dan kunnen we hier een overzicht creëren van de merken. Er zit een overzichtsweergave in voor timber assemblies en voor timber onderdelen. En het gemak hier is dat we gewoon vanuit de organisator op een bepaald moment ook selecties kunnen gaan doen. We kunnen dat hier op regelniveau doen. Gewoon zeggen van selecteer dit element in mijn model. Of we zeggen bij de andere kant, selecteer alle elementen die met de prefix D, oftewel al onze dakelementen. En de merken worden keurig geselecteerd. Dan zit er een grote groep in waarin alle onderdelen weergegeven worden. En die worden weer onderverdeeld in prefix en uiteindelijk materiaal. En ook hier kunnen we weer de nodige selecties gaan uitvoeren. Alleen onderdelen is een beetje grof. Dus ik heb ook nog een onderdelen hout gemaakt. En daar kunnen we al veel gerichter op bepaalde zaken gaan selecteren. En dit zou voor een aantal klanten al wel de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld bepaalde overzichten of staartjes te kunnen gaan genereren. En de platen. En denk erom, onderscheid in hout of plaat is puur op de entity. Dus alles wat als een balk gemodelleerd is in Tekla is hout. Alles wat dan als plaat, contourplaat gemaakt is, is een plaat. De dagkanten zullen dus onder de balken, onder het hout komen te zitten. En onder onderdelen overig worden alle andere onderdelen gezet, zodat in principe in deze kolom geen enkel onderdeel onbelicht blijft. Nou, ik gaf het al aan, je kunt het gaan gebruiken voor andere zaken, maar dan zullen we zelf misschien groepen of categorieën willen gaan maken. Dus ik ga hier nu een klein voorbeeld daarvoor geven. We maken een nieuwe categorie aan. Natuurlijk. We moeten even een naam geven, een naam die duidelijk aangeeft wat de bedoeling is van deze categorie. En ik had bedacht om er eens even een te gaan maken om zaaglijsten mee te kunnen gaan maken. Dat doen we op basis van het Tekla Structures model. En het filter Timber Part Timber zorgt ervoor dat er alleen balken in terechtkomen. Subcategorie op basis van materiaal. En de tweede heb ik gekozen voor de assembly prefix. En het wil in Tekla nog wel eens gebeuren dat informatie op 2 of 3 verschillende niveaus wordt weggeschreven. Assembly prefix is daar één van. Dus we moeten even allebei de assembly prefix velden aanroepen.
En aangezien de prefix niet in de voorgedefinieerde lijst zit, moeten we dat zelf allebei aangeven. En als laatste, even ter afronding, pakken we het veld zone. Onderaan kiezen we dan het weergavemodel. Mijn collega Frans gaat dit in een andere presentatie nog verder uitleggen hoe je dat kunt weergeven. Even een kleine review. Wijzigen. Opslaan. En we hebben een andere categorie gemaakt waar we op een andere manier onze materialen zijn gaan groeperen. Dus als we nu zeggen, nou, we willen alle vuren C24 hebben van de dakelementen. Even het schermpje erbij. Dakelementen. En dan ook nog specifiek alleen van zone 0. Dan hebben we onze selectie in het model gemaakt. Vanuit de organizer. We kunnen ook zien wat we al geselecteerd hebben. En om nu aan te tonen dat het ook allemaal werkt, gaan we even een aansturingsbestandje klaarmaken voor de Hoendegger. Ook deze instellingen zijn overigens voor het grootste deel inmiddels allemaal aangepast en opgefrist voor de Timber 2020 rol. Dus het installeren van een nieuwe versie is lonend. En inderdaad, we krijgen precies die balkjes terug die we geselecteerd hebben met hun bewerkingen, zoals je mag verwachten. Nou ja, goed, als we dit bestand nu naar een zagerij toe willen sturen, dan is het ook handig dat er even een rapportje bij komt. Dus we laten de selectie in stand en roepen CS Reporting aan. Even een beetje leesbaar maken. En inderdaad, precies dezelfde balkjes die we net in ons zaagbestandje hadden staan, krijgen we hier nu terug in onze rapportage. Dus op deze manier kunnen we eigenlijk vanuit organizer heel variabel met groeperingen en filtering omgaan en van daaruit onze zaagbestanden en bijbehorende rapportages in één keer klaarmaken. Dat levert zeker tijdswinst op en je kunt het ook zo inrichten dat het voor kleinere en grotere projecten dezelfde werkwijze oplevert. Dan een kleine waarschuwing. Op dit moment in Tekla 2020 is het timberprofiel, timber detailer profiel nog steeds beschikbaar, de rol. Wij hebben wel besloten om voor Tekla Success 2021 de standaard de timber detailer rol niet meer mee te gaan leveren. Dus dan komt alleen de timber detailer 2020 nog mee. En voor de mensen die bezig gaan met M150 dakelement, onze nieuwe plugin voor daken, geldt dat deze rol vereist is in verband met alle onderliggende instellingen. Dan de custom property. Ik noem het met recht een verborgen juweeltje. Het is een DLL die op de achtergrond allemaal informatie verstrekt. En alleen nooit zichtbaar wordt. Het is niet een plugin die je kunt aanroepen. Het is niet een component die zichtbaar iets doet. Waar gebruik je hem nou wel? Nou, bijvoorbeeld in filters gebruiken wij hem. En wij leveren nu de Timber Custom Property filter mee. Dit is eigenlijk een voorbeeld. Dus voert effectief nog niks uit. Maar het geeft je even een goed beeld van wat voor objecttypes zitten er in Tekla. De beam, polybeam, spiral beam. Contour plate, oftewel onze plaat. Nou, dan nog de bent plate en lofted plate. Zaken die in het hout eigenlijk niet gebruikt worden. Part is profiled, part is convex. Hash holes, loose part. Allemaal handige dingen. En die zitten ook al in alle filters verwerkt. Dus de timber beam, die gaat alleen maar balken die van het type beam of polybeam zijn. Ja, dan zijn dat de enige die je kunt filteren of weergeven. Hetzelfde voor platen.
Dus niks, geen prefixes meer hiervoor gebruiken. Gewoon direct het onderdeel aanroepen. Part is profiled. Ook een hele handige. Zeker in combinatie met de profiles to codes plugin. Door dit filter eerst over je model heen te halen, reduceer je het aantal onderdelen wat geanalyseerd moet worden enorm. Welke ik hier niet heb staan is de part is convex. De part is convex, die kun je dus heel goed gebruiken om balken uit te filteren met cape bewerkingen erin. En deze, eigenlijk hoort hij niet in dit lijstje thuis, maar ik vind hem zelf altijd erg handig als ik met negatieve volumes bezig moet. De timber negative volume, het is geen custom property, maar hij is wel handig. Object type gelijk aan 11. En op dat moment kun je, als dit selectiefilter actief is, alleen nog maar negatieve volumes meer bewerken. Dan in rapportages. We selecteren even een hele lading informatie. En daar zit een nieuw rapport in. Postlijst Custom Property. Die laten we eens even maken. En het is een postlijst. Dus op het moment dat ik op een regel klik, wordt het desbetreffende onderdeel gelijk geselecteerd. En achterin zien we type beam, profiel, gaten en is het een los onderdeel. Nou, onze muurplaat is altijd een los onderdeel. De afsteunregel die erbij hoort is meestal geprofileerd. En dat kunnen we hier gelijk zien omdat er een eentje staat. En de platen ook gelijk netjes in de groepen. Dus op deze manier krijg je ook binnen je rapporten de mogelijkheid om zaken te groeperen en te filteren. En dan de template. Nou, ik pak hiervoor ons materiaaloverzicht wat nu in de werktekeningen zit. Bij de part maak ik nog geen gebruik van die property, maar hier even laten zien dat dus dat titel 3 in het zoneveld heel belangrijk is. En daar kijkt hij ook naar de zones. En hier gaan we weer kijken naar het objecttype. Dus overal wordt op deze manier met de zaken omgegaan. Dus als je in deze rol bezig gaat, let op. Een balk is een balk. Een plaat is een contour plate. En ja, uitzonderingen houden we. Dus bij Elektra gaan we toch nog weer met de prefix bezig en met de naam bezig om ervoor te zorgen dat deze toch in een aparte groep terechtkomen. Dan zagen we zo net het postlabel. Traditioneel deden we dat door aparte labeltjes te maken. Ik heb daar een templateje voor gemaakt. Die kan het detailnummer, als we de detailnummer plugin gebruiken, weergeven. Maar die bevat dus ook aparte instellingen, zodat bij balken de lengte en het postnummer wordt weergegeven. En bij platen geeft hij dus dan op basis van de contourplaat, geeft hij het postnummer en de afmetingen van de plaat weer. Dus als jullie daar veranderingen in willen brengen, hoef je eigenlijk alleen maar het templateje voor jezelf aan te passen en deze in je TS-map te zetten en je krijgt je eigen weergaves daarin. Dan hebben we de laatste nieuwe ontwikkeling en ook weer ja, eigenlijk toch een beetje verstopt. Dat is de gebruikersattribuut textured. Deze gebruiken we in de materiaaldatabase. We gaan even kijken hoe we dat daar kunnen aanbrengen. Als je het nu zoekt in de nieuwe materiaaldatabase en je klikt op spaanplaat, dan op het tabje gebruikersattributen, dan zie je daar al het voorbeeld staan, textured 1. En we gaan dit nu voor de rockpanel erin zetten. Zoals je ziet, het is simpel. Je kiest eurocode, textured komt tevoorschijn, je zet op 1 en eigenlijk ben je al klaar. Even bijwerken en oké. Okay. En ook rockpanels zijn van dit label voorzien. Nou, waarvoor zouden we dat nou moeten doen? Nou, hier hebben we de beruchte situatie. Twee bijna identieke elementen, waren het niet dat ze elkaar spiegelbeeld zijn. En als we die gaan nummeren, we gaan even weer bij ons lijstje kijken.
Wat zien we dan? Ons beeld, maar ook ons spiegelbeeld van die plaat, hebben hetzelfde nummer gekregen. Dat willen we niet. We willen eigenlijk dat we ze van elkaar kunnen onderscheiden. Nou, deze UDR Textured, die helpt onze andere plugins om die informatie wel goed te verwerken. Als we nu Codes to Profiles erop loslaten, dan hebben we deze platen keurig netjes, hè, alle niet rechthoekige platen, een code gekregen. En als we dan bijvoorbeeld naar het rapportage gaan, even zijn werk laten doen, dan zien we dat alle onderdelen eigenlijk maar één keer voorkomen. Nou, dat klopt. Praktisch alle platen in dit model waren in één keer uniek. Terwijl in het verleden liep je hier al heel snel het risico dat er bij een aantal twee keer stond. Nou, deze plaat ook één keer. Dan even goed dit plaatje voor ogen houden van D10. En als we hier dan kijken voor D6, zien we dus dat zelfs de tekening het spiegelbeeld ervan is. Waardoor het voor de mensen aan de zaagmachine ook onmiddellijk duidelijk is van dit zijn twee verschillende platen. En op welke manier moet ik hem zagen? Het is gelijk bekend. En dan ben ik nu al door mijn hele verhaal heen. Ik weet niet, Steven, zijn er vragen voor mij? Nou, Harold, allereerst bedankt voor je duidelijke verhaal. Dat is ook wel terug te zien in de hoeveelheid vragen die er binnengekomen zijn. Maar we kunnen er ongetwijfeld wel een paar even behandelen. Een van de vragen die we gehad hebben, Harold, is of de Roll Timber en de Roll Timber 2020 naast elkaar te gebruiken zijn. Nee. Je kiest bij het aanmaken van het model, kies je voor een rol. En zoals ik aan het begin ook aangaf, ga alsjeblieft niet een bestaand project, een bestaand model, in één keer wisselen naar de andere rol. Dus alle modellen die je bent gestart in de huidige timberrol, timber detailer rol, maak die af binnen die rol en start alleen een nieuw project op in de nieuwe timber detailer 2020 rol. Helder, denk ik ook. Ook nog even een vraagje. Sommige gebruikers hebben ook de TS-map in de Roll Timber. Die hebben ze in gebruik. Is het instelling in? Is het ook mogelijk om die instellingen voor beide rollen te gebruiken? Moet ter degen gecontroleerd worden. Omdat natuurlijk de inrichting van die TS-map is gebaseerd op de basisbestanden die in de huidige Timberrol staan. En alle, maar dan ook letterlijk alle bestanden hebben in de nieuwe timberrol een nieuwe naam gekregen. Dus er is echt geen koppeling meer tussen die twee. Dus voordat je daaraan begint, goed controleren. En ik raad ook aan om voor de nieuwe timberrol dan ook een nieuwe TS-map aan te gaan maken. Helder. Dankjewel. Nou, de laatste vraag wat mij betreft. De vraag is, ik heb de Timber 2020 rol in mijn Tekla Structures 2020 niet beschikbaar. Waar kan ik die vinden? Heel simpel. Download SP3. Oké. Deze rol zit exclusief in Service Pack 3 van Tekla 2020. En voor de mensen die zeggen van ja, maar ik wil hem graag in Tekla 2019 of 19i hebben. Helaas, daarvoor is hij niet beschikbaar. Helder. Nou, ik denk dat dat de vragen waren. De vragen waar we nu geen antwoord op hebben gegeven, die zullen we naderhand nog proberen te beantwoorden. Die komen sowieso natuurlijk ook beschikbaar op de portal, hè, met de hashtag opfris 2020, zoals die nu zo mooi in het scherm staat. Dus alle vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden als mede de opname van dit webinar. Goed, dan gaan we over naar de afsluiting. 30 september. Dan krijgen we de volgende houtwebinar. En in die webinar ga ik de houtbewerking, dus echt traditionele houtbewerking, toelichten. De export voor de machineaansturingen. En ook een aantal toch wel mooie wijzigingen in de overige plugins. Dus voor de mensen die graag bij willen blijven is dat toch wel een must. En op 4 november ga ik de complete webinar wijden aan M150, het nieuwe dakelement. Op dit moment draait het al in testfase bij een aantal klanten van ons.
En wij hopen na 4 november dit ook voor veel meer bedrijven beschikbaar te gaan stellen. Dan ook een aanrader, 22 september, samenwerken met Tekla Model Sharing. Zeker voor bedrijven die veel samenwerken met andere bedrijven, is dit denk ik een must om te gaan zien. En voor de mensen die de organisator veel breder willen gaan inzetten in hun bedrijf, raad ik aan om 24 september te gaan kijken naar de mogelijkheden van de organisator van mijn collega Frans. En dan zien wij elkaar op 30 september weer. En er zitten daarna nog een aantal webinars. Die zal ik bij de volgende webinar ook allemaal nog even extra aantippen. Zodat jullie weten welke je alsnog voor in moet schrijven. En dat inschrijven dat kan ten alle tijde op www.construsoft.com/nl/webinars. En mijn collega Steven zei het net al, de opname van deze webinar komt ook weer beschikbaar op onze portal. Harold, dankjewel. De linkjes die je net nog opgenoemd hebt, die hebben we net ook even gepubliceerd in de vragen en antwoorden. Dus daar zijn ze ook aanklikbaar en direct te benaderen. Nou, nogmaals, Harold, heel erg bedankt voor alle voorbereidingen, de fijne samenwerking en deze presentatie. We verwachten dat morgen, anders in het begin van volgende week, de opname beschikbaar komt. Ziet u op deze slide ook staan feedback vragen. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat u van dit webinar vond. Heeft u feedback, heeft u nog wat vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via de bekende wegen. Dus via de supportportal of via supportdesk@construsoft.com of via het telefoonnummer. Hartelijk dank voor uw deelname en tot de volgende keer. En wij wensen u een hele fijne avond.